Jan Boelhouwer vertrekt waarschijnlijk over enkele maanden als waarnemend burgemeester van Bernhezen. Hij wordt dan burgemeester van de gemeente Geelze en Rijen. De gemeenteraad daar heeft maandagavond besloten om Boelhouwer bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen als nieuwe burgemeester. Een woordvoerder van de gemeente Bernhezen zegt verrast te zijn door het nieuws. Het was daar de verwachting dat Boelhouwer zou aanblijven tot de fusie met de gemeente Maasdonk was afgerond. Jan Boelhouwer was eerder Tweede Kamerlid voor de PvdA en gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant. Hij was eerder ook al waarnemend burgemeester in Geelze en Rijen. Dat was in de periode van december 2010 tot september 2011. Als zijn voordracht wordt goedgekeurd, dan wordt Boelhouwer na de zomer geïnstalleerd.